Op zaterdag 1 november werd in de mooie natuur van Zomeren de 35e Hubertusjacht gehouden, georganiseerd door de stichting Slipjacht Zomeren in samenwerking met jachtvereniging Triple B Hunt en de gemeente. De zon scheen hier nog volop en dat maakt het plaatje alleen maar mooier. Louis Stijvers, voorzitter Stichting Slipjacht Zomeren. Vandaag is de 35e Hubertusjacht. Wat is de Hubertusjacht? De Hubertusjacht is een jacht waarbij een nepvos gejaagd wordt. Het is echt een traditie zeg maar, van vroeger uit. Hè? Waarbij je begint met een traditionele Hubertusmis in de kerk met hoornblazers. We worden ontvangen door de burgemeester straks op het gemeentehuis. En dan gaan we vanaf 1:30 gaan we met de meute honden en paarden zeg maar, gaan we de bossen in. En dan wordt er gejaagd op een nepvos. En dat is een spoor van een vossenmest, een lap die daarin gedrenkt is. En die wordt dan over de grond getrokken en dat heet het sliptrekken. Dus vandaar dat we ook aan de naam komen, de Stichting Slipjacht Zomeren. En dat spoor van die slip wordt gevolgd door honden en paarden, zeg maar. En dat zijn een aantal runs die uitgezet worden. En aan het eind van de dag krijgen de honden een beloning. Dan mogen ze een pens uitgraven dat ze de vos gevonden hebben. Heeft elke ruiter een eigen hond bij zich of hoe werkt het? Nee, de honden zijn een roedel. Zeg maar, die zitten in een kennel, hè, in het buitengebied. Want het zijn ook geen honden die je makkelijk in huis kunt hebben, want dan hou je van de huiskamer niet zoveel over. En die worden door één iemand getraind, zeg maar. Hè. Dus die is dan de baas over de honden. En dan kijken ze op basis van de jachten die gereden worden, hè, want er worden meer slipjachten nu gereden, welke honden fit zijn om deze week mee te gaan. En hoeveel deelnemers zijn er? Dit jaar heel veel. We hebben er sowieso al 40 ruiters die zich aangemeld hebben. En ze kunnen tot nu hè, in ons café kunnen ze inschrijven tot het laatste moment. Dus misschien dat er nog een paar bij komen vandaag. Maar er is dan geen winnaar, want het is een roedel honden. Nee, dat is geen winnaar. Nee. Er is ook één hond, dat is echt de leader. Hè. Dat is ook de aanvoerder waar ze allemaal achteraan lopen. En dat is vaak ook, ja, dat ontstaat vanzelf uit de groep. Hè. En wanneer eindigt het? Het eindigt zeg maar aan het eind van de middag rond 4:30, 5:00. Meestal rond 4:30 bij de Hooise Hoeve. En er is dan de kil, heet het. Daar is die pens, die hangt aan een driepoot, zeg maar, hangt die in het veld. En dat is de beloning voor de honden. En die wordt dan ook helemaal uit elkaar gescheurd. Dus, ja. Vliegen ze met z'n allen op af? Dan vliegen ze met z'n allen op af, ja. Dus als je niet van die lucht houdt, dan kun je beter iets verder af gaan staan. En dan wordt er ook getoast hè, met de huntsmen en alle ruiters, zeg maar, op het goed verlopen van de jacht.
pakken. Jan van Vlerken, de Huntsman. Hoe is het gegaan? Ja, prima, prima. Het is heel erg goed gegaan. U moet weten, voor een slipjacht valt het niet mee om te jagen met temperaturen van 20 graden. Onze voorkeur gaat uit naar 10 graden en een beetje vochtig, wat nevel, wat natte grond. Maar 20 graden is eigenlijk te warm en de geur die, gaat dan, die wij slepen, het geurspoor dat wij dus voor, van tevoren trekken, waar de honden op jagen, dat verdampt eigenlijk al voor we eigenlijk goed bezig zijn. Het is ook zwaar geweest voor ze. Ja, dus eigenlijk als het heel erg warm is, dan hebben de paarden en de honden het wel iets zwaarder dan bij 10 graden. En hoe vaak doen ze dit? Wij doen het één keer per week. Van begin oktober tot eind maart. Dus wij zitten eigenlijk in België. En wij jagen van het meest noordelijke in Nederland, Nijmegen. Het meest zuidelijke richting Charleroi. Dus richting de Franse grens. En dan richting Gent, het meest westelijke. Dus we zitten een beetje overal. Maar ze hebben een beloning gehad. Ja, ja, op het einde van zo'n slipjacht als vandaag krijgen de honden een koeienpens. Eigenlijk een koeienmaag. Die ze dus mogen killen, hè, zoals het heet. Het spreekwoordelijke kill. Dus voilà. En wat voor taal spreekt u? Want ik kan er geen wijs uit. Oh, dat is een beetje verbasterd Engels. De honden zijn Engelse foxhounds. Onze traditie is ook get off. Ook allemaal zeer Engels-minded. Dus de commando's en de honden gaan ook op zijn Engels. En dat hebben we een beetje overgenomen van Gins. Dus, en nu hebben ze rust? En nu hebben ze rust. En nu mogen ze dadelijk de wagen in en dan gaan ze naar huis. En dan krijgen ze eten. En dan gaan ze naar bed. En dan slapen ze. Gaan ze naar bed. Ruud Welte, hoe was het? Ja, super. Wat een weer. Het is niet te warm. Ja, nou, voor de honden wel. En dus voor ons, zeg maar, op de paars wel. Maar ja, voor het publiek was dit natuurlijk fantastisch. En hoeveel keer heb je daar mee gedaan? Dit was de derde keer. Was het anders? Een beetje rustiger dit jaar. Het was dit jaar echt een beetje rustiger. Maar dat kwam echt door het weer. Dus we hebben wat meer pauzes gehad. En uiteindelijk een kortere runs gehad. Dus, de keren dat je, zeg maar, achter elkaar aan het galopperen was, dat was echt een stukje korter. En hoe komt het paard zo nat? Want het was droog weer. Nou, het mooie van deze rit is dat je dan ook in een gebied mag komen waar dat je door die vennen daar mag. Zeg maar achter het roelschat. Tegenwoordig noemen we dat volgens mij het keelven. Maar daar zitten een paar vennen en daar mag je dan, zeg maar, met het paard doorheen. Dus we zijn tot aan de buik toe door het water gegaan. Alles is goed gegaan met iedereen ook? Volgens mij wel. Ik heb geen ongelukken gezien. Een hond wat een klap van een paard had gehad? Ja, heb ik niet gezien. Maar goed, de groep was ook wel erg groot dit jaar. Er waren veel enthousiaste mensen die meededen. Dus wat dat betreft voor de organisatie een dik succes.